Hey kijkers, van dus David Kraft, dit is hem dus. Ik sta nou zelf een keer in een potje. We zitten hier op de betamap, de testmap zeg maar. Maar het potje 7 tegen 7. Ik wil jullie even laten zien hoe dit werkt op Mantic 4 World. Gevechten. Ik zit hier in het beste team, want deze hebben heel erg veel gewonnen. Dankjewel dat jullie... helemaal niet bedankt. Ik heb mezelf er gewoon ingevormd. Realkiller is hier een soort van de leider. Maceo is voor mij hier de beste speler. Dus ik laat mezelf leiden. Doe je ding. We hebben een paar minuten de tijd om alles te verdelen. En dan moeten we los, Ketel. Dus... go. Yes, als eerst laten we Mace even alle gear verdelen. Want ja. Hij zegt elke keer gewoon wie welk set je krijgt en dan spelen we op die manier. Oké, okay. Kom maar naar voren. Ja, is goed. En pak het gold setje, een sword en één pot. Eet je daar wel. Leg voor de opname ondertussen, als je wil, even uit waarom hij gold krijgt. Is dat het beste? Ja, toch? Ja, gold is het beste gear. En Wout has onze tank met een submachine gun, zeg maar, met een saw. Dus hij staat straks in de frontline te sprayen voor ons. Oké. Okay. Oké, dan mag Slain even een diamond setje voor me pakken met een sword en twee pots. Ik geef Slain een diamond setje, want dat is het slechtste en hij is onze sniper namelijk. Ah, oké. Even kijken, Realkiller, kom maar. Ja. En normaal eigen setje, kijk maar wat je fijn vindt. En dan gewoon één pot en een sword. Dit is een beetje meta, hè? Dus de meeste mensen geven de tank, zeg maar, met de grote machinegeweer altijd de beste. En de sniper is eigenlijk dus te herkennen aan diamond. Ja. Interessant, oké. Okay. Ja. David, pak maar een iron setje met een sword en ook één pot. Er zitten meerdere iron setjes in, met protectie 3 en 4 of 2, welke moet ik hebben? Doe die met 4 maar. Waarom? 4 en 2. Zeg je dat al omdat ik het ben? Nee, letterlijk omdat jij een van de guns krijgt en ook omdat je het opneemt bent dat je niet meteen dood bent als je gerust wordt. Ik heb een iron setje en een zwaard, en nu? Heb je al een pot? Nee, nu wel. Oké, pak maar een potje erbij. Oké. Ik heb geen golden apple, dat is goed hè? Nee, dat regelen we straks. Okay. Logans en Dave Poort, kom maar even, pak je er ook maar een setje, een sword en één pot. Oké. Pak het zelf ook even. Leen, heb jij al een potion? Ja, twee. Oké, twee, dat is goed. En dan pak even de golden apples. Boots gaat eentje, frontliner, David Soldier eentje, Dave Poort en even kijken. Logans en Rio, ik krijg allebei wel eentje van. Ik heb een vraag, wie heeft er geen golden apple? De sniper, want die heeft twee potions. En jij hebt er wel één? Nee, ik ook niet. Want dan krijg jij hem. Ik ben zo'n type die het vergeet te gebruiken. Oké, dankjewel. Dan gaan we nu even de wapens doen. Slain, jij mag sowieso wel sniper pakken met ammo en een handgun naar keuze. Oh, ik kijk ondertussen even mee hoor. Okay, ja, sniper, handgun naar keuze. Hij pakt het USP zo te zien. David, jij mag P90 of een G36C. Ik ga voor de G36. Hoeveel ammo? Voor nu nog even 2 ammo. Oké, okay. Geen handgun? Handgun naar keuze. Oké, een nieuw killer, kom maar. Yes. Dan mag jij ook een machine gun, dus een G en een handgun, de keuze. Okay. Ja, twee ammo's. Oké, Slain, jij mag even de RPG pakken als sniper. Dat jij een goed moment kan zien van de voorbaf wanneer je schiet. Wouter, kom maar. Ja, is goed. Jij mag de saw pakken. En voor nu dan alleen nog maar even handgun, kijken we daar even meer. Ook alle kogels? Ja, alle kogels, dat is maar één saw. Heb je ook een handgun of niet? Oh nee, nog niet. Nee, pak maar even eentje. Dan pak ik zelf ook even één gun en een handgun. Oké, Dave, Poort en Lawrence, kom maar even. Allebei tegelijk, dat is iets sneller. M16 of een P90, mogen jullie kiezen allebei? Niemand pakt een P90 volgens mij. Mag Boos, kom maar even. Jij hebt maar één stel, dus jij pakt een P90 erbij. Oh, die vent gaat knallen. Yep. En alle kogels? Ja, twee kogels. Twee keer drie. Ja. Dat er twee P90's in, toch? Oké, dat klopt. Oké, wie heeft er nog maar één submachine gun en geen pistol of iets? Slain, wat heb jij tot nu toe? Oké, David, wat heb jij? Ik heb een G36 met 2 keer ammo en een USP met 10 ammo. Oké, dan krijg jij dit er nog bij. Shit, wat heb jij? G36 en een deagle en een zwart. Geef nog ammo erbij. Laurens? Yes. Ik heb een handgun en een machine gun. Oké, Dave Poort. Ik heb nu een M16. Alleen een M16. USP met de ammo. Alle ammo, want er is maar nog maar één USP. Even kijken, Boes. We hebben een G36 omgebruikt, is dat handig? Ja. Ja, als het goed is wel. Even kijken, Boes. Want dan heeft iedereen wat meer ammo, ja? Als iedereen alvast een stukje 16 vlees uit de andere chest pakt. Ja, dat ga ik nu doen. Even kijken. Oh ja, goed, die mooi al gedaan. Oké, pak maar 16 vlees. Got it. En even allemaal je wapens reloaden. Dus dat daar niet meer doen. Ik heb een vraagje, er zit nog een P90 in met 6 magazijnen. Wie gaat die krijgen? Ja, Slain. Oké. Bedankt voor het zeggen, trouwens.
En dan gaan we nu het belangrijkste doen. We maken altijd groepjes van 2 en 1 van 3. Probeer ook zo weinig mogelijk te springen dat je voet niet zo rap naar beneden gaat. Nee, precies. Zijn zij de types die zeg maar... Oh, jij gaat daar staan. Daar. Ja, zijn de types die heel veel af. Ja, jij mag ook staan. Ze zijn er drielings. Ze gaan niet rushen dus. Nee, ik zie hier dat is de bank. Twee rechts nu. Drie rechts. Ik zit even één keer even kijken. Drie links. Ja, drie links. Ja, we zijn ook Emma aan het besparen, je ziet het. Het wapen is echt... Volg ook met je name tags. Dat is heel handig. Ik heb er een geraakt. Oh, drie rechts dus? Drie rechts, drie of vier. Ja, drie links. Zo ik zie alleen Delta Mid. Oh, dat ding is echt niet nauwkeurig, jongen. Holy shit. Nee, USP heeft niet. Oké. Tissue heeft de sauw, jongens. Ik zie nu wel dat het rode team goed hun bullets aan het verspellen is. Dus dat is heel goed. Ja, ze spelen alles. Als je low bent, even niet meer pieken, want het kan heel ongelukkig zijn. Yeah. Oh my god, die USP is van afstand kloten, zeg. Daar heb ik voor jou een tip. Ja? Omdat je nog niet zoveel hebt gespeeld. Als iemand heel veel spray heeft en je kliept, gooi alsjeblieft je heal potion op het einde, voordat je net op de grond valt, anders ben je dood. Goed plan. Ik zet de heal pot vlak naast mijn gun. Helemaal nou, ze schieten op elkaar, de enemy. Lol! Drie zijn mannen altijd links. Ja, ze zijn echt heel chaotisch. Ja. Hoeveel damage pak je hier? Oh, bijna niks. Oké, okay, mooi. Nee. In principe zelf wel. Tenzij de gold guy, die krijgt veel. Ja, maar er niet te veel gehit worden. Eén iemand naar rechts. Het heeft geen zin om die bunker in te schieten, Maceo, of wel? Ik weet het. Nee, de bunker heeft geen zin, maar die hiervoor wel. Het zijn vier rechts niet. Hey, kunnen wij niet een beetje beter dat ze wat kogels? Juist, dit jaar, juist! Ja, oké, even regeneren. Oh, kijk joh, ik zie de kogels over me heen vliegen. Twan is aan het rammen. Ik had één kogel. Er zijn nog steeds drie links. Misschien dat ze even een beetje... Ik kom meer naar rechts. Misschien ja. Meer spanning daar, dat ze denken, yo. Wow, hij schiet me door een boom? Ja, het kan dat hij net er langs af ziet. Oh, dat is Delphine extra sniper. Rechtse daar. Rechtse daar komt de flanslot. Dat zie je dat het even accuraat ziet. Ja, ik snap het. Oh, Delphine is met mijn P90. No, met de sniper. Delphine gaat naar rechts. Die P90, die kan je toch in één lange burst kan die jou... Ja. Als je dan vliegt, dan vlieg je sowieso. Dodelijk wapen. Dat is het Delphine. Delphine, port pas op. Ik zie Delphine wel, maar... Oh, wacht. Mid is van volgens mij helemaal open. Ik kijk overgeven. Volgens mij is mid helemaal open. Ik zit Delphine flink te nakken, maar ik zie elke keer maar één kogel. Dat is goed, right? Ja, ook niet. Als je dan een spray terug ziet, heb ik 10 kogels. Oké. Ze spammen heel veel wapens. Vergeet ook niet te eten. Oh, wat zullen ze het kloten vinden? Dat wij constant met één keer schieten, raken. En dan schieten ze 5 keer en dan hebben ze gewoon geen... Delphine gaat touwen. Delphine en touwen. Maar Delphine heeft niet gesnijden. Wacht even. Delphine heeft een sniper. Ja, hebben zij, oh. ze hebben granaten of niet? Weet ik niet. Nee, volgens mij niet. Oh, niemand heeft granaten? Ik hoop het. Nou. Oké, waar is de diamond guy, boys? Denk ik. Nee, ik heb die nog niet gespot. Delphine heeft iron. Als jullie de diamond guy vinden, die moet je echt een beetje... Oh, hij spamt zo'n wapen. Ik kan die bunker gewoon niet in schieten trouwens. Lauwe nee, kan niet zo ver. Blijf. Naar rechts, gaan we daar dan... Ja, maar ze komen hier echt niet overheen hoor. We moeten een beetje zorgen dat zij meer dat meerdere mensen naar een andere kant gaan, dat wij de andere kant kunnen bushen. Oh, dat kunnen Maceo en ik wel doen. Ja, wacht even, kom maar. Ik heb nog maar 3 kogels afgeschoten, dus ik heb nog heel veel. 3 links nog steeds. We gaan het rekenen. Ik 19. Ik zie je hoor! Oeh, die potion heb ik gered. Was je bijna dood? Ja, ik kreeg 3 mannen op van 3 mensen. Dus... Maar ik heb dit verleefd, dat is goed. En dan hebben we heel veel potions gespeeld als eerst. Ja, ze zitten hier nou voor mij, ik denk 4 hè, dat ze hier zitten, Maceo. 4 tegen... Ja. Hier zitten de 3. Hier zitten ook nog steeds 3. Of we weten wel iemand. Kijk, het punt is, als zij de hele tijd zo blijven, dan kunnen wij moeilijk iets flanken of rushen. Dat is gewoon te risky. Delphine, dit bunker. Dat is een domme spray van je. Hé, Delphine staat, Delphine komt weer naar midden, Delphine komt weer naar midden. Jam. Maar Delphine is niet de sniper, toch? Want die... hey, wacht even, er gebeurt er iets, Maceo, dit is voor mij eentje onder de brug. Oh, daar kunnen we heel veel tegen doen. Even kijken of die echt onder zit. Als die onder zit, dan... Diamond zet nu te lokken. Pas op voor die Diamond, dan niet meer koos verspillen. Delphine is wel sniper. Ik zie nog niemand onder de brug. Als ze rusten, die is heel handig in. Eén met die Diamond, wil je dat jullie het weten? Oké, ik ben nu nog maar door mijn eerste magazijn heen. Ja, ik steek samen nog niet. En zij hebben in de SP al een. Dat is echt super dom.
Golden en Diamond allebei rechts, dus links geen zin. Links is heel veel iron. Ik heb het idee dat ze nu voor links komen, dus genoeg, we hebben genoeg op de tower, toch? Met... Ja, maar het punt is links of durf links. Goed, Mariska. Kijk, we hebben ze de hele tijd voor onze pistooltjes. Oké, ik ben de eerste. Oh joh, daar staat er een. Wacht, Boos, blijf je in je eentje? Ik ga er vast naar rechts. Kijk als zij ook naar rechts gaan. Hey, ik zie niemand wel met. Dave Boos blijft gewoon met. Ja, ze proberen echt. Ze proberen yo, hé, jullie kunnen links een beetje gaan kijken, want hier zitten nu vijf volgens mij met elke erbij. Dat denk ik ook. Links zijn nog steeds. Drie links. Als we nou. Het is risky, maar als we nou met z'n allen naar links gaan. Nou, of via mid proberen te rushen, dan naar links. Dat zou kunnen. Delven mid. Ah, kut. Wij moeten altijd hier gewoon blijven, toch? Ja, ik zie Lauwers ook in één keer hier. Okay. Waar is Meesje? Oh, dit is misschien heel belangrijk. Ik zie hier Shishu met Iron Gear, maar die heeft die Saw. Okay. Dus links is een Saw. Je moet hier rechts zien. Maar het kan ook protective zijn, hè? Ja, maar dat is niet. Dit zijn projectiles, dus in principe. Oh, dat pistool is ruk. En toch heb ik het idee dat er eentje onder die brug zit. Er zit niemand onder de brug. Delven is van mij, met die sniper. Jetel niet te ver zitten, pas op, Jetel, pas op. Pas op. Ik vind hem kop weg achter. Jetel, help. Ik kan nu de brug over, Ja, ik ben niet onder de brug. Help, was goed. Oh mijn god, iemand van ons eigen team lopen te hitten. Wie is dit? Ik moet even eten en. Ik heb geen kunnen. Help, boost. Heb je HP nodig? Nee, show, ik kom mee. We moeten nu gaan, man, weet je. Nee, ik zie, zit in kunnen. Ik kom naar rechts. Meer nog eentje slecht. Ga mee. Ga naar rechts. Oh, je bent dood, ouwe. Ja. Holy shit. Ik kreeg twee spaces. Ik ben bij de afrika zitten. Jongens, rechts terug. Dat ding kop weg. Woehoe, nee, ik ben ook dood. Maceo, you fucked up, son. Ja, ik weet niet wat er gebeurde. Ik kreeg van twee mannen op. Oh, oké, ik kom met respect even, ja? What the hell hebben ze hier gedaan? Oh, RPG. Ze hebben eerst de RPG afgezet. Oké, we gaan rechts rushen. Dit voor het slang komt. Oh, fucking game. Oh, hij is niet goed. Slane, als jij je RPG op Tony kan schieten, dan kunnen we rushen. Kijk, kom. Oh my god. Come on, Slane, ik kan ook niet omhouden. Dus. Nee, je moet voor de voorkant, dat maakt het gevaarlijk. Maar ze wasten wel ammo nu, op je, dat is een voordeel. Twee man links. Ja, dat is een. Rust je niet, ik ga toch blijven. Ja, die gaan kampen. Mooi op Delven. Ja, die zit achter het hek, die moet omlopen. Ik zal ammo er even weg. Delven heeft genoeg P90 ammo zo te zien. Ik ga er omhoog, misschien kan ze me. Kom aan, pak hem. Oh, schiet een beetje. Hoeveel zijn er links? Twee man. Oké, ik ga ook naar links. Blijf daar slim. Allemaal schiet. Ja, twee gaan nog flank naar links. Oké, nu gaan ze een beetje allemaal naar jullie. Omdat ze denken dat ik hier nu niet meer ben. Oké, Boos ga mee naar rechts. Boos mee naar rechts. Oh, is dat niet je kans, Slane? Oh my god. Slane, die kan je RPG. Boos naar rechts, Oké, we zijn er slim. Slim zijn er. Twan is er alweer. Je had een window van 10 seconden. Twan is de enige hier. Dan zou ik heel snel zijn, want hij belt. Oké, er is nog één cool gespeeld. Waar is je moet sneller ik ben handelen, want zodra je het zegt, dan weet je niet meer waar ze later terugkomen. Ja. Nee, dat is te laat, Delven kan ook komen. Toon is wel eens eentje aan die ene kant, dus ja, als Boos voorgaat, dan hebben we kans. Ja, maar Delven staat er ook, hè. En nu komt Mariska van boven aan. Nee, maar Mariska is dood. Cheertje staat er. Je hebt al, zeg maar, 80% hebben we de game al verloren, want we hebben weinig ammo. En een man minder. Dus ik denk dat je gewoon een actie moet doen. En ja, je weet dat je toch eigenlijk al verloren hebt. Gewoon proberen. Links drie. Oké, ga rechts, niet rechts. Boos, Slane mag je Boos. Ja, nu, ga rechts. Ik ook, we gaan. Rechts rusje. Laurens, als ze allemaal weggaan, dan loop je ook door, hè? Ja, ik ben teruggekaamd. Oh god. Ja, dat is de Saw. Of de P90, wat was het? Hoeveel zijn er rechts, hoeveel zijn er links? Allemaal. Oh, dat is nog spannender dan je denkt, joh. Zee, nu sloop het, man. Hoe kom je hierdoor? Nou, hij durft niet aan te vallen. Zij doen helemaal niks. Zij durven echt geen enkele meer. Nee, maar dat is een tactiek. Ze spelen gewoon expres defensief. Twee man links.
En zij zijn al bezig, hè? Dus nu moeten jullie Laurens en Boes, al lang. Tegen die twee man. Als jullie daar niet van kunnen winnen, dan hebben jullie verloren. Dan zeg ik, moeten daar blijven. Boes en Laurens. Jullie moeten die rivier over, nu. Ja, Laurens gaat, Laurens gaat. En die gaan alle twee op Laurens. Boes, dit is je kans. Oké, zelf. Pak ze van de plak. Als ze komen, zijn ze voor ons. Oké, ja. Boes heeft een kill, Boes heeft een kill. Oké, ze schieten. Ik ben low up, even gold apple eten. Yo, we kunnen nu. Netjes. Ketel, blijf verdedigen, hè. Niet doodgaan. Kunnen nu. Ja, dus is... Go. Dat is weer een slender, dat is weer een slender. Die is er eentje? Nee, dat is er Ketel, jullie kunnen nu omlopen, hè. Daar is de map is lekker. Open. Andere kant, Sleen, andere kant. De map is open. Kom terug. Ik heb eentje gespeeld. Ja. Laurens, help hem. Oh my god, Boes! Ik heb ze altijd dood. Kill hem. Delvin is ook dood. Gaat terug. Waar zijn jullie aan het teruggaan, man? Jawel, moet er iedereen lekker 4 harten. Jullie zijn met nog 4 man over, hè? Vier man. Hebben jullie kogels? Waar zit die laatste? Boes, drop alsjeblieft in de haven. Ik heb alleen niks. Ik heb ze doodgemaakt, maar een loot dropte niet. Hoeveel zijn er nog, jongens? Hoeveel zijn er nog? Eentje, dat is Tone. Tone is de laatste. Kom, we gaan. Ik blijf bij elkaar als één groep. Maar Delvin had toch geen afstand? Maar niet te dichtbij. Hij is hier linksachter. Nou, sluit hem in. Ga nu over het water. Ga over het water. Nu moet je spray. Spray. Kill die motherfucker! Ren erachteraan, doe iets! Hij heeft een healthpot. Chase guys! Oh my god! Oh. Oh! Ja, GG. Lekker boys. Oh. Lekker. GG. Nou, ik kan niet schieten, maar jongens, dit was dus de betamap van Manticore World. Gewoon een beetje om te oefenen. Zoals je ziet, tactiek kan werken. Ik maakte samen met Mesio, ik wil niet alleen maar op Mesio gooien natuurlijk, een gigantische inschatting door te snel over die brug te gaan, maar gelukkig heeft Ketel en vooral Boes met zijn 2 tegen 1 inderdaad. Ah jongen, die Saw is zo sterk, ik vind het super tof. Misschien dat jullie binnenkort ook kunnen spelen, hoe daarvoor zal je even op DLC moeten blijven kijken. Of die optie gaat komen, dan hoor je dat vanzelf. En Team Blauw en Realkiller, jij, gefeliciteerd Team Captain, je hebt weer een overwinning, gaat lekker zo. En tot de volgende keer jongens, later.